dat? Ja, ik ben Tara Long. Ik kom uit Nederland. En ik werk al sinds 12 jaar als tantrica. Ik heb een grote praktijk in het westen van Nederland. En ik ben eigenlijk opgeleid in de Tibetaanse tantrische school. Al kan ik op dit moment daar eigenlijk niet veel mee doen, omdat ja, dat voor mensen zo'n complexe leerschool is en ook heel veel tijd vraagt, dat het maar heel zelden voorkomt dat ik iemand in Tibetaanse tantra inwijd. Dus ik heb eigenlijk mijn technieken omgesmeed naar meer neotantrische technieken. En ik werk zowel met mannen als vrouwen als koppels. En wat ik heel belangrijk vind is dat mensen, als ze bij mij komen voor training of voor advies of counseling, door de tantra gaan ontdekken dat seksualiteit, intimiteit en sensualiteit en ook spiritualiteit met elkaar verbonden zijn en aan elkaar gelinkt zijn. Dat je dat ook ervaren kan door je lichaam. En dat dat je kan helpen om een heleboel, ja, zeg maar, problemen in je communicatie of problemen in je eigen seksualiteit op een, ja, prachtige manier op te lossen. Een soort ontdekkingstocht. In plaats van, als je er als regulier seksoloog naar zou kijken, pathologisch. Hè, dat je een probleem, een dysfunctie of een ziekte hebt of een issue. Maar je kan ook kijken van, nou, uitgaan van het idee dat we heel zijn. Dat we in de kern heel zijn. En of die kern dan een ziel is of iets anders, dat maakt niet uit. Maar onze kern is nooit aangetast. En zeg maar, de essentie van tantra, die verbindt zich met onze kern. En met de kosmische energie, de vitale energie die daar zich omheen of in bevindt. En als je met die energie leert werken, ja, dan zijn hele diepe transformaties mogelijk voor mensen zoals jij en ik. Het is eigenlijk net als in de gewone seksologische praktijk, hè. Ik heb dan een transpersoonlijke seksologische praktijk. Heel vaak zitten mensen met het verschil in seksueel verlangen. Hè. Dat is een probleem dat heel vaak voorkomt, dat de ene partner meer en vaker seks wil en intenser dan de andere partner. Hoe los je dat op? Nou, daar kan je over gaan praten, maar je kan ook gewoon gaan voelen van, wat is nou de essentie van het verlangen? Dat is iets wat Jan den Boer bijvoorbeeld ook doet, van kijken naar van, wat vertelt het verlangen mij? En van daaruit gaan kijken van, maar kan dat verlangen kan zich vertalen in heel veel andere vitale dingen en ik hoef niet bij mijn verlangen te blijven of bij het feit dat ik iets mis. Ik kan ook leren dat gevoel te laten zijn en te laten oplossen of te laten verplaatsen en zich te laten formeren tot een ander gevoel. Dat is wat ik mensen leer. Daarnaast heb ik ook wel een grote groep aan mannen die komt. Mannen met allerlei uiteenlopende vragen en ook wel problematiek. Bijvoorbeeld mannen met vroegtijdige ejaculatie. En die hebben vaak dat ze bang zijn om een intieme, echt intieme verbinding met een vrouw aan te gaan. Waardoor ze dan vroegtijdig ejaculeren. En, hè, zodat ze niet werkelijk in dat gevoel, in die beweging hoeven te gaan. Mensen die helemaal onervaren zijn, die het ook heel angstig vinden om echt intiem contact met mensen te maken. Die begeleid ik ook. Soms zelfs maagden, mensen die op hun 40ste nog maagd zijn. Mensen die blokkades hebben of trauma's, seksuele trauma's. Maar dat is eigenlijk een techniek die valt net weer een beetje buiten de tantra. Dan werk je dus met een energetisch massagesysteem. Met de theorie erachter dat in elke lichaamscel ook trauma opgeslagen kan zitten. En dat je dat, zeg maar, los kan maken door middel van die speciale energetische massages. Nou, ik zou zeggen dat is niet iets voor leken om te doen. Daar moet je wel goed in opgeleid zijn. Je moet ook heel goed kunnen omgaan met reacties. Hè? Want soms krijgen cliënten doordat zo'n trauma losgeweekt wordt, weer heel veel pijn op die plek. Ik heb een casus gehad met een vrouw, die was 11 jaar misbruikt door loverboys. Die was mentaal beperkt. Die kon vanwege haar mentale beperking niet door gewone psychologen, traumapsychologen of seksologen geholpen worden. En op het moment toen ik, zeg maar, op de plek waar zij zoveel pijn had geleden, dus haar genitalen, maar ook haar onderbuikgebied, ging masseren en energie ging accumuleren, kreeg ze daar heel veel pijn. En dat moet je dan ook goed kunnen opvangen en werd ze daar heel emotioneel over. Dus dat is wel belangrijk dat je dan voldoende therapeutische kennis en vaardigheden hebt om daarmee om te gaan.
In de eerste workshop heb ik een boek gepresenteerd wat nu uitkomt, wat door vele tantrici en wetenschappers is geschreven over integrale en transpersoonlijke seksologie. En we hebben in die workshop een beetje gekeken hoe het betekent als je niet vanuit dual enlightenment of vanuit single enlightenment, dus alleen maar, hè, je hebt dual enlightenment en single enlightenment. Ja, de dual enlightenment zegt eigenlijk dat je in twee gesplitst bent. Dus dat je transcendentie los ziet van je vitale en seksuele energie. En in de tantra is het essentieel, maar ook in het seksologische lichaamswerk, et cetera, dat we vanuit heelheid denken. Dus ook de primaire, instinctieve, vitale, seksuele energieën worden gebruikt om uiteindelijk tot een hogere awareness of bewustzijn, consciousness te komen. Daar hebben we in die workshop mee gewerkt. We hebben primitieve oefeningen gedaan, hoe het is om je primitieve energie te accumuleren en te voelen. En we hebben een oefening gedaan waarbij je dus in de hogere energie komt, waarbij je dus kan verbinden op een universele liefdeskracht, maar nog steeds bewust van die essentie, van die wortel. Want dat is gewoon de essentie waar we uit voortgekomen zijn. Op het moment dat we die, om wat voor reden dan ook, cultuur, schaamte, religie, maakt niet uit, buiten ons plaatsen, dan missen we een essentieel deel van onszelf. En in de transpersoonlijke visie en de integrale visie, integraal betekent hè, geïntegreerd, proberen we dat juist allemaal met elkaar te integreren en te balanceren. De volgende workshop, die ga ik vanavond twee geven. Eén over Tao healing. In de Chinese geneeskunst bestaat al heel lang een systeem waarmee men dus ook seksuele dysfuncties probeert te behandelen. Maar ook de levenselixer, zeg maar, dus de levenskracht probeert te bevorderen door seksuele oefening. En door genitale drukpuntenmassage, dat noem je dan reflexologie. En nou ja, daar gaan we vanavond mee werken, daar een beetje mee experimenteren. Hoe werkt dat dan? En hoe is het om die vitale kracht door je lichaam te laten circuleren en wat doet dat met je? En als het goed is, word je daar jonger, gezonder en gelukkiger van. Ik doe nu denk ik al 7 jaar mee of zo, 6 jaar kom ik hier elke jaar. En het is ook elk jaar weer anders en het is gewoon heel mooi om te zien hoe collega's met tantra, ja, hun visie op tantra, hoe ze lesgeven. Daarnaast is het gewoon heel leuk te zien om hoeveel mensen enthousiast kunnen zijn over tantra. Het leeft dus echt in Nederland. En het heeft ook een functie om ja, duidelijk te maken, maatschappelijk duidelijk te maken dat we er zijn, wat we doen. En dat we verbinding met elkaar maken vooral. Als je een festival organiseert, dan maak je toch aan de buitenwereld ook bekend dat je iets doet met tantra. Hè? Dat tantra in Nederland een rol speelt. Misschien wel een hele kleine tot dusver, maar toch speelt het een rol. En ik denk dat is gewoon heel belangrijk, omdat tantra de wereld iets te bieden heeft. Hè? Het is eigenlijk de hoogste vorm van kennis. Het is volledig geïntegreerde kennis vanuit het lichaam, vanuit de geest, vanuit het verstand, vanuit het hart. En dat allemaal geïntegreerd. Ja, dat zou ik zeggen, dat moet geen land en geen cultuur missen, toch?